Het is weer Nationale Museumweek binnenkort. Dat wil zeggen dat ik u in het programma Man en Kunst mee mag nemen door heel Nederland om de mooiste verhalen achter de mooiste kunstwerken te laten zien. We gaan nu naar Noord-Brabant, naar het Museum De Pont in Tilburg. We gaan het hebben over Marlijn Dumas, dus ik moet in deze winkel zijn. Elke week gaat Marlijn Dumas een winkel als deze binnen en dan gaat ze onmiddellijk naar de tijdschriftenafdeling, zoals hier. En dan kiest ze tijdschriften, bijvoorbeeld zo, hup, gewoon willekeurig, beetje zoeken, dingen pakken, huppakee, ik neem hier wat dingen, zo, hup, ze neemt tijdschriften en dan gaat ze naar buiten en kan ze beginnen met werken. En dan gaat ze zo'n tijdschrift nemen en dan bladert ze op zoek naar plaatjes die haar fascineren. Dat kunnen gezichten zijn bijvoorbeeld. Dan hier, kijk, deze man, dan denkt ze, nou, ik scheur dat uit. Voilà, hier, deze kop scheur ik uit, tot ze genoeg koppen heeft en daarvan maakt ze dan weer tekeningen, schilderijen. Ik doe nu gezichten, maar het kan van alles zijn. Ze heeft pornoplaatjes, ze heeft plaatjes van politieagenten. Als het haar fascineert, dan gebruikt ze die. Kijk, en in haar schilderij, of eigenlijk haar kunstwerk dat bij De Pont hangt in Tilburg, dat heet Black Drawings. En wat je eigenlijk ziet zijn 111 portretten die zij met Oost-Indische inkt heeft getekend, gebaseerd op foto's die ze overal verzameld heeft, maar dan van donkere mensen. Marlijn Dumas, die is geboren in Zuid-Afrika, is daar ook opgegroeid. Apartheid, heftige toestanden, woont nu wel in Amsterdam, maar is nog steeds heel erg bezig met hoe wij verschil portretteren. En in Black Drawings 111 portretten die zij geschilderd heeft van donkere mensen. Als een soort commentaar. Want als je goed kijkt, helemaal linksonder, heeft ze gewoon een stuk leisteen geschilderd. Gewoon een zwart stuk anoniem leisteen. Alsof ze wil zeggen van kijk, als je niet oppast, dan worden donkere mensen gewoon gelijk aan een stuk leisteen. En helemaal rechtsboven staat zij zelf, met haar hand een beetje weggedraaid, alsof ze wil zeggen sorry. Schaamte voor wat er ooit is gebeurd daar en eerlijk gezegd overal in de wereld nog steeds gebeurt.